Eindelijk is seizoen 3 van start gegaan van Undercover. De reacties op Twitter die liegen er niet om. Aflevering 1 was beter dan heel seizoen 2. En dat komt allemaal door één man. Bedankt, Ferry. Goed gedaan, Ferry. Zonder jou was ik genaaid, Ferry. Frank Lammers, alias Ferry Bouwman. Hier wordt de makker kapot. Dit mag niet van de regels van Patrick, hè? En we hebben contact met Frank Lammers. Ja, Frank, iedereen had Ferry enorm gemist in seizoen 2. Jij ook? Ja. Nou ja, het is in ieder geval leuk om gemist te worden. Dat vond ik wel fijn. Voor mij was het ook niet per se plezierig om in de gevangenis te zitten, zeg maar. Dus ik ben blij dat ik eruit ben. Zeker. Nou, en de makers van Undercover die hebben nu inmiddels dus ook door dat de serie eigenlijk niet kan bestaan zonder Ferry Bouwman. Wat mij nou zo leuk lijkt, hè, Ferry Bouwman, oer-Brabants, lekker lomp, lijkt me heerlijk om te spelen. Waar keek jij nou het meest naar uit toen je wist dat seizoen 3 kwam? Even kijken, aflevering 1 is geweest. Ja, om Tom op zijn waffel te slaan natuurlijk. Want daar had ik wel het een en ander mee af te rekenen. En dat gevecht van gisteren, dat was heel leuk om te doen, sowieso. Dat kan goed met Tom. Maar als rol voelde dat ook wel goed om hem door een ruitje heen met hem door een ruitje heen te springen. Daar heb ik me enorm op verheugd en dat was ook echt leuk. En ik vind ook dat heel goed gelukt is uiteindelijk. Ja, want in de serie moeten jullie nu gaan samenwerken. Maar jullie kunnen het als acteurs onderling volgens mij ook hartstikke goed met elkaar vinden. Werken, samenwerken, samenwerken. Kijk, Bob of Peter of Tom. Wij noemen onszelf Tom en Ferry trouwens op de set. Vonden we zelf dan wel grappig. Maar hij denkt dat we samenwerken, maar ik natuurlijk niet. Hè. Dat begrijp je zelf ook wel. Nee, Tom is een geweldige gast. En we hebben heel veel plezier gehad samen. En dat moet ook wel, want het waren inderdaad 80 dagen of zo. Dus dan, als je dan niet met elkaar op kan schieten, dan wordt het een lange exercitie, zeg maar. Dat was het niet. Het was de top. Hey, en nou seizoen 3, straks seizoen 4, vast ook 5. Blijft Ferry er nu voor altijd in? Ik moet eerst dit seizoen overleven, hè? Dat weten we nog niet. Dus ik zou zeggen, ga eerst maar eens kijken tot het eind. Wat er gebeurt. Nou, dat gaan we zeker doen. Zou ik het gewoon zeggen? Nou, zeg het eens gewoon. Doe eens niet zo flauw. Kom. Sorry, ja, de verbinding was even heel slecht, geloof ik. Ja. Wij weten wat er gaat gebeuren. Frank Lammers, dankjewel. Ja, graag gedaan. Wat een knappe presentatrice ben jij, zeg. Oh god, je ziet mij natuurlijk ook. Ja, nou, dankjewel. Je moet nog ophangen. Jij moet eerst ophangen. Jij moet eerst ophangen. We gaan ophangen. Nu, hang op, jongens. Nee, jij moet eerst ophangen. Ik doe het niet. Ik ben weg hier.